wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Een isolatieziekenhuis. De intensive care afdelingen van de ziekenhuizen. Nog meer ziektegevallen naar die ziekenhuizen zijn gekomen. En dat die in toenemende mate moeite hebben om dat allemaal goed op te vangen. Ouderen die ze al jaren verzorgt, gaan één voor één dood. De maatregel is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team over het beperken van contacten. En in lijn met datzelfde advies worden overal in de zorg maatregelen genomen om kwetsbare mensen te beschermen. Al die mensen die niet bij hun ouders konden komen, was allemaal niet nodig. We hebben een paar verzorgingstehuis situaties gehad waar gewoon het virus zijn tegengekomen in het ventilatiesysteem. Nou, een vorm van emotie ten aanzien van het RIVM zit er wel in, omdat ik begin april al het gevoel had en wist dat ventilatie een belangrijk punt was. En als we daar toen ook goed hadden ingegrepen, zouden er veel minder mensen overleden zijn in zorginstellingen. En tot en met vandaag wordt dat genegeerd en ontkend. Al die mensen die niet bij hun ouders konden komen, was allemaal niet nodig. En ik vind dat gewoon schandalig. Dit is de RIVM, die maakt de dienst uit. En er wordt niet gekeken naar de echte feiten en naar de echte behandelingen. Als je een brede visie hebt en je pakt ook de wetenschappelijke kennis op van andere disciplines, niet alleen maar van vaccinatie, maar je bekijkt ook de mogelijkheden van ionisatie. Ionisatie is dat jij elektronen in de ruimte schiet. Die hebben dezelfde lading en daardoor ketsen ze ook door de hele ruimte heen. En op deze manier kun je mensen op afstand virusvrij maken. De kennis om dat gebied is al heel oud en heel lang bekend. En er zijn dus hele grote belangengroeperingen bezig om dat niet te willen. En die zullen er alles aan doen om te zorgen dat de ionisatie niet van de grond komt. Dit is allemaal voor corona. Het is 5 jaar geleden, voordat de corona uitbrak, gepubliceerd. Hieraan kun je zien hoeveel negatieve ionen per kubieke centimeter aanwezig zijn. Dus bij een waterval in de goede omstandigheden 50.000. In de bergen aan zee 5.000. En dan komt dit. Gesloten kantoor met airco. Denk aan verzorgingstehuizen van 0 tot 25 per kubieke centimeter. Die man weet er ontzettend veel vanaf, heeft daar ontzettend veel ervaring mee en is in China werkelijk een grootheid. This ionization can kill the coronavirus. En toen ik het coronavirus hoorde en de gegevens kreeg uit Zweden en dat heb ik gelijk doorgestuurd naar mijn vrienden in China en die zijn dat wel gaan uitwerken. En die zijn wel tot actie overgegaan en die hebben wel in Wuhan in alle ziekenhuizen dat uitgevoerd. Met de paasdagen hebben ze dus in alle ziekenhuizen negatieve ionisatoren geplaatst die de ziekenhuizen virusvrij maken. Maar toen ik in januari de Nederlandse overheid verwittigde, hou in de gaten dat wat in China plaatsvindt ook naar Nederland komt, toen werd dat weggewuifd. En dat ging als volgt. Meneer, ik zal u doorverbinden. Meneer, ik zal u doorverbinden. Meneer, ik zal u doorverbinden. En na de 6e persoon werd ik doorverbonden naar een psycholoog. En deze man was kwaad dat ik hem op zijn vrije dag aan de telefoon had. Ik herken ook dat als je met een aanpak of een verhaal komt, wat wel goed gefundeerd is, omdat je dat doet op basis van ontwikkeling in het buitenland. Als dat niet hetzelfde is als het verhaal wat de instituties zelf al een tijd hebben gebracht, dan is het niet zo dat ze je omarmen en zeggen, geweldig, laten we hier eens over nadenken. Ze blijven heel gauw hangen op hun oude standpunt. Het trieste van het hele verhaal is dat de RIVM ontkent aan alle kanten de ionisatie. Door omstandigheden kwam ik erachter dat er 55 ionisatoren in de Tweede Kamer staan te draaien. De Tweede Kamer zit dus zelf in de geïoniseerde lucht.
Je mag verwachten dat in het najaar en de winter er een duidelijke stijging zal komen van het aantal besmettingen. Omdat we niet met een soort natuurlijke ventilatie zitten. Je kan nu nog de ramen open doen enzovoorts. Naarmate het kouder wordt, gebeurt dat minder. En zal ook de luchtvochtigheid lager worden, waardoor het virus langer kan blijven zweven. Onder die situatie moeten we naar nieuwe oplossingen gaan zoeken om te zorgen dat het virus niet te veel mensen gaat besmetten. Aan de ene kant toch nog zoveel mogelijk ventilatie, maar daarnaast is het ook nodig om met de middelen die er zijn, en dat kunnen filters zijn, dat kan ionisatie zijn, dat kan UV-licht zijn, om toch het virus uit de lucht te halen. Met FAMI heb ik contact al sinds eind maart, begin april. Hij werd me geïntroduceerd als een grote deskundige op het gebied van ventilatie en luchtzuivering. Nou, wij zijn hier bij het radiologie A-House. Dit is een radiologiecentrum waar dus patiënten een MRI-scan krijgen of een CT-scan of een röntgenfoto wordt afgenomen. En op het moment dat er een geïnfecteerde patiënt binnenkomt die eventueel aerosols afgeeft, dan kan dat een gevaar opleveren voor de andere patiënten. Die aerosols moeten uit de lucht worden gehaald, zodat ze geen andere mensen besmetten. En ons apparaat kan dat. De lucht die door de virusbuster gaat, wordt gedesinfecteerd. Qua technologie dacht ik direct aan UV-licht. UV-licht kennen we al natuurlijk vanuit waterdesinfectie. Grote watermaatschappijen gebruiken het om water te zuiveren. Maar qua techniek was het natuurlijk nog niet zo rijp als in de watertoepassingen. Met name was het niet krachtig genoeg. Dus kwam ik dus met het idee om een reactor te creëren met behulp van spiegels. Ik plaats twee lampen, maar doordat we met een spiegel reflecties krijgen, ontstaan er tot wel bijna 20 virtuele lampen. En de Duitse overheid heeft op dit moment bestellingen lopen voor scholen en voor verzorgingshuizen. En hij heeft ontzettend veel kennis op dat terrein. En als ik vragen had die mij ook weer gesteld werden op dat onderwerp waar ik geen antwoord voor op had, als ik dat aan hem doorgaf, dan kreeg ik altijd de goede antwoorden. En wat ik vooral ook bij hem merkte, was dat hij niet primair uit was om te kijken hoe hij er zelf geld aan kon verdienen. Maar hij zat er echt in om te kijken hoe hij zoveel mogelijk mensen kon helpen. RIVM is nog steeds van mening dat aerosols een ondergeschikte rol spelen. Waar ik minder blij mee ben, is dat hun het vooruitschrijdende inzicht niet beter toepassen. Bijvoorbeeld dat het virus toch niet zo dodelijk is als we in eerste instantie dachten. Dat de 1,5 meter effect buiten minder nut heeft. Dus met andere woorden, ik zou een protocol voor binnen en buiten zou ik duidelijk laten verschillen. Ik zou ook, zoals de Duitse regering, meer inzetten op mondkapjes. Waardoor je dan binnen veel vrijer kunt bewegen. En natuurlijk het feit dat ventilatie, CQ, aerosolen wel een serieus overdrachtspunt zijn. Die dus tot nu toe door het RIVM niet erkend worden. De belangrijkste reden waarom ik dit doe is omdat de overheid nalaat voldoende informatie te geven voor mensen om zichzelf goed te beschermen of in ruimtes te beschermen ten opzichte van het virus. En dat er een scala van aanbod is op dat terrein waarbij je eigenlijk door de bomen het bos niet kan zien. En wat misschien voor jou de beste keuze is, is gewoon heel belangrijk zolang dat virus nog er is.